Dit is de begrafenis van Wasil, die in een dorp verderop woonde. Hij werd 24 jaar. Wasil kwam in het oosten van Oekraïne om door een granaat. Er zijn veel mensen, want het hele dorp is uitgenodigd. De laatste eer is bewezen aan Wasil. En hij wordt nu naar het kerkhof gedragen, waar hij wordt begraven. Hier zijn we uien aan het rooien. Begin augustus is Kees al begonnen met de eerste banen. De uien worden met de hand ingepakt. Hier is het voorjaar weer hagel overheen gekomen, harde regen. Dus het gewas stond hier te dun. Naar omstandigheden valt het dus nog best mee. Want de opbrengst is 35 tot 40 ton netto per hectare. Keer 25 Oekraïense gifna. En dat is omgerekend 68 eurocent. Wat rechtstreeks door de supermarkt betaald wordt. De uien gaan direct door, dus er is geen gedoe met opslag, zo vertelt Kees. Dan draag ik met twee loofklappers overheen. Ik zou hier misschien niet per se hoeven. Maar soms komt er van het onkruid doorheen, van die grote bossen. En die maaien we dan helemaal aan stukjes. Anders komt dat verstopt dat in de rooien.